What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Dit was helemaal gek. Doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. God! En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Ja, kom, kom, kom! En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekkenwerk. Yo, mijn naam is Calvin en het is tijd voor een nieuwe Gekkenwerk aflevering. Jullie weten inmiddels hoe het werkt. Ik heb een fanaccount een DM gestuurd om een getal te noemen tussen de 1 en de 100. Het getal wat die fanaccount genoemd heeft, zoek ik op in de lijst van de 100 meest idiote Gekkenwerk afleveringen. En die opdracht ga ik vandaag uitvoeren binnen 24 uur. Jazeker. Calvin XX. Zegt nummer 50 met een hartje erbij. Dankjewel. I love you. The love is wederzijds. That's right. Komt-ie. Opdracht nummer 50. Is geworden. Vindt binnen 24 uur echt goud. Hè? Ja, ik kan wel naar de juwelier gaan om goud te kopen, maar dat is denk ik iets te makkelijk. Ik denk dat de bedoeling is dat ik goud ga zoeken. Maar dan ook echt goud, weet je wel. Hoe ze dat ook doen in de wereld. Hoe de fuck doen ze dat? Gold panning definition. Gold panning is a simple process. Once a suitable place or deposit is located, so... Bla bla bla. Ik ga met een pan goud zoeken. Ik ga heel even op YouTube wat tutorials kijken over hoe je dat het beste kan doen en wat je er allemaal voor nodig hebt. En dan ga jij lekker kijken naar de plan van aanpak animatie. Veel kijkplezier. Goed, dit is het plan. Wat hebben de Champions League winnen, een salto maken zonder benen en goud zoeken gemeen? Juist, het is alle drie super moeilijk. In Nederland is goud zoeken bijna net zo moeilijk als zwemmen zonder water. Maar in Finland is goud zoeken iets minder moeilijk. Nog steeds wel een beetje moeilijk hoor. Maar ongeveer net zo moeilijk als kaasfonduur met je neus. Het kan wel, maar is alsnog lastig. In ieder geval, ik pak mijn tentje, aansteker en regenjas en ga naar Finland, naar de plek waar je volgens Google het meeste kans hebt om goud te vinden. Onderweg kijk ik even naar wat tutorials op YouTube over goud zoeken en voor je het weet badder ik in een zwembad vol goud. Klinkt als het beste plan ooit. I got this. Goedemorgen! Hoe gaat het? Ik voel me goed. Ja? Jij? Ik voel me hartstikke goed. Het idee is om goud te gaan zoeken, dames en heren. Dat gaan we doen. Michael is er ook weer bij. We gaan dit avontuur samen aan. Ik ben er klaar voor. Gearriveerd en het regent fucking hard. het is echt fucking vies weer. We moeten nu ongeveer een half uurtje rijden. Dan komen we aan op de plek waar je schijnbaar volgens het internet goud zou moeten kunnen vinden. Alle benodigdheden die je nodig hebt om goud te vinden, die heb ik bij me. Die heb ik achterin liggen. Het wordt alleen wel een beetje donker. We gaan in ieder geval gewoon die kant op. Want we hebben niet echt een andere keus. We zijn hier nu toch al. We gaan gewoon die fucking goudklompjes vinden. Dagobert Duck stijl. En dan gaan we gewoon weer terug naar huis. Met 88 miljoen aan goud. Lekker pik. We zijn bijna in de buurt van onze plek. Het is wel een beetje wat ik had verwacht bij goudzoeken. We moeten een klein stukje rechtdoor en volgens mij moet dan daar de plek zijn waar we de auto gaan neerzetten en dan moeten we nog een stuk lopen. Kom, stap in, oude maat. Wat een gruwelijke plek. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Namelijk, het goede nieuws is, het is gestopt met regenen. Dus dat is lekker. Het slechte nieuws is, we moeten wel nog ongeveer een half uur lopen. Ik vond dit niet echt een gepaste outfit om te gaan goud zoeken. Dus ik heb even wat geregeld. Oké. Ik ben er klaar voor. Ready to find some gold, motherfuckers. Hier gaan we gewoon slapen. Hier gaan we een beetje eten. Hier gaan we goud zoeken. Zeg maar, aan dit water moet je dus schijnbaar goud kunnen vinden. Dat is wat de legendes van Google mij hebben verteld. Dus dat gaan we ook gewoon proberen. Fuck it. Ik heb een pan. Daarmee moet je dat kunnen zeven. Ik ga straks nog even op Google checken hoe dat precies moet.
Maar het is wel fucking donker. Daar baal ik een beetje van. Dus ik twijfel een beetje wat nu verstandig is. Ik denk dat ik sowieso eerst die tent gewoon wil opzetten. Hoor je dat? Een beetje. Er zitten hier dus schijnbaar ook wat beesten. Ik denk wel dat we safe zitten hier, maar je weet me nooit. Straks wordt opgevreten door een hyena. Zit hier niet eens. Maar hè? Beeld je het even in. Om goud te vinden moet je een soort van bord hebben of een pan of iets dergelijks waar je dan water in kan zeven en dan drijft het zand naar beneden. En dan moet het goud of zo blijven liggen. Ik weet, ik moet het zo nog even nachecken. Dit is een motherfuckers. Dit gaat mij goud brengen vandaag. Dit is wel een beetje kut. Dit had ik wel een klein beetje kunnen weten. Ik heb zeg maar geen bereik. Je bent offline. Oké. Maar ik weet wel een klein beetje. Ik kan me wel nog een beetje herinneren. Je moet gewoon... Je hebt het toch allemaal een keer gezien? Je hebt het toch wel een keer in Donald Duck gezien? Dat je gewoon met die pan en met een beetje zand en met water... En dan gewoon een beetje zo zeven. En dan moet je toch gouden dingetjes zien? Ja, dit is niet echt een goede plek. Volgens mij moet je bij een plek zijn waar zeg maar zand is. En water. En dat je dat dan allemaal erin schept. Want hier heb ik gewoon een beetje steentjes. Maar ja, ik zie niet echt iets wat het lijkt op goud. Je hebt het één keer geprobeerd nu, hè? Ja, dat weet ik. Weet ik, maar ik had zeg maar in mijn hoofd een plek waar je dan zo allemaal zand hebt. En dat je dat dan gewoon zo eraf haalt. Maar dit is best wel, dit is gewoon stenig. Dus ik moet eigenlijk even naar een beetje zanderige spot. Kut. Je kan het zeg maar op twee soort van manieren vinden. Dus of het zijn van die hele dunne soort schilferachtige dingen, zoals dit. Of je vindt zeg maar gewoon zo'n zieke klomp. Die kans acht ik vrij klein, om eerlijk te zijn. We hebben wel een goede plek gevonden. Het is wel een beetje van, ver van de tent vandaan. Dit is wel een plek waar, zo zag het er wel uit op YouTube in ieder geval. Mike. Ja? Kom, kijk. Ja man, kom. Kijk eens. Kijk, zie je dit? Nee, is ook niks, mogol. Kletsen. Ik dacht, mooi, we kunnen weg. Ja, je was echt meteen hier. Als we gewoon nu gaan pitten en morgen gewoon ziek vroeg opstaan, want dan is het licht en dan kunnen we gewoon zien wat we doen. Ik moet even goed nadenken hoor, waar die tent is. Bakpik. Hoor je dat? Dit is sowieso een van de hertenpik. Dit is gewoon... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een klein beetje de weg naar de tent ben kwijtgeraakt. Godverdomme. Was toch aan deze kant? Hier, je hebt hier... Ja, hier is het water. Maar hier zou toch die fucking tent zijn? Al zijn shit ligt daar ook bij, hè? Ik had me het een klein beetje anders voorgesteld. Het kan niet ver zijn, we hebben maar 10 minuten gelopen. Ja, maar ik ben wel een klein beetje zeg maar, mijn richtingsgevoel kwijt. Het is ook zo fucking donker hier. Was het water niet aan de andere... Oei. What the fuck was dat? Zag je dat? Dat is rustig bij, gek. Die gingen recht achter jou langs, hè? Ik weet het echt. Zag je dat? Aan mijn oudje, zoek maar een andere camera, man. We zijn hier doorheen gelopen, dit stuk zo. Toen kwamen we hier aan bij dit drappige gedeelte. Toen zijn we naar rechts gegaan. Daar hebben we die shit opgezet. Dus dan moeten we die kant op. En dan moet daar de tent zijn. Ik heb besloten dat ik gewoon tegen mijn gevoel in ga lopen. Dus mijn gevoel zegt dat we precies die kant op moeten. En we gaan nu die kant op. Maar het is eigenlijk even de enige tactiek die ik nu heb. Wacht, hier is het weer, hier wordt het weer hard. Ja man, wacht even. Ja. Kijk even dit. We gaan niet meer weg hier. We gaan niet te ver meer hier vandaan. Niet nu het donker is. T-
tent. Ik ben zo blij je te zien. Alles ligt er ook nog. Hier lag jouw camera gewoon even rustig. Ah, prima, laat me liggen. Jezus, wat een stilletje Mongolen zijn wij, jongen. Wat een debiele. Morgenochtend, fucking vroeg eruit. Gewoon goud zoeken, beetje chillen. Overal proberen. Echt, dat maakt me geen reet meer uit. Dan hoeven we toch niet meer in de buurt te blijven van deze tent. En dan, ik ben optimistisch. Laten we het daarop houden. Kijk even naar dit prachtige vuur. Goedemorgen. Adembenemend, hiero. En het is ook een uurtje of 5:30. Even een kleine terugblik op vannacht. Ik hoor dit, ik zie het. Dit is niet een soort vogeltje. Gast, dit is gewoon een fucking rendier of zo. Ik doe gewoon mijn ogen dicht. En 2 vingers in je oren. En dan is er niks aan de hand. Het was vrij koud op een gegeven moment. En ik heb niet super veel geslapen. Maar ja, dat maakt niet uit. Want we gaan er weer het beste van maken. Ik ga fucking goud vinden. Oké. Ik zou bijna vergeten dat ik nog goud moet zoeken, maar het is zo fucking adembenemend hier ook. Ik denk dat we ongeveer de helft van het meer gehad hebben qua de rand van het meer. Maar ja, deze kant voelt gewoon niet helemaal goed. Er is gewoon weinig zand en weinig plekjes om het goed te kunnen doen. Ik kan wel de hele tijd jullie gaan laten zien dat ik aan het zeven ben. Maar dat is ook niet echt heel boeiend om naar te kijken, denk ik. Ik geef niet op, ook al hebben we nu nog maar 3 uurtjes. Dus komt wel goed, jongens. Uiteindelijk komt het altijd goed. Hoop ik. Hier. Jezus. Godverdomme. Kijk, jongen. Check dit. Het is gewoon een schedelpik. Een hertenhasses. Het leeft hier dus wel. Die bitches hoorden we gisteren. Ik ben best wel een kleren eind gelopen. Want ik ben een beetje klaar met dat meer. Ik heb het idee dat ik daar niet echt geluk heb. Ik ben nu wat meer in een soort bos. Maar echt in een soort bos. En hier loopt een soort van klein beekje, een soort riviertje. Kijk hier. Ik denk dat ik hier gewoon wat meer kans heb. Dat praat ik mezelf een beetje aan. Maar we houden de hoog. Moed. Het is niet eens een uitspraak, maar je snapt wat ik bedoel. Paddo's. Lijkt een beetje op een soort sinaasappelpaddenstoelen. Ik vond het niet vreten. Ik vond het helemaal niet lekker. Ik hoop niet dat ik sterf.
Gold, I'm gonna crush you. Oh, mijn pan. Die heb ik niet vergeten. Dit voelt echt als plek 638. We hebben nog 2 uur. Dat is een beetje de situatie nu. Nu begint de realisatie wel in te kicken. Dat ik hier als een meloot in een fucking beekje sta. En zand aan het zeven ben. En dat de kans best aanwezig is dat ik gewoon geen één stukje goud ooit in mijn leven ga vinden. Ik heb hier serieus iets wat glinstert, maar het is zo inimini. Het is echt fucking klein, maar we weten allemaal wel hoe goud eruit ziet, maar ik denk niet dat we hier een gouden ketting gaan vinden. Dus ik weet gewoon niet of dit goud is. Het glinstert zeg maar wel veel meer dan de rest, alleen het lijkt eerder een soort... Ik weet het niet man, het lijkt wel zo hoor. Ik zweer het je. Ik heb nog even de tijd, dus ik ga gewoon even door. Maar ik wil deze eigenlijk wel houden. Deze plek is iets wat lijkt, op goud. Ja, hier, kijk. Deze unit. Kijk jongen. Nee. Kijk dit. Ja, gast. Wow. Kijk dan. Nee. Holy. Dit lijkt echt op fucking goud, gozer. Ja, of het is gewoon een soort... Nee jongen, kijk hoe gruwelijk. Dit is toch goud? What the fuck? Ik twijfel dus. Ja, ik twijfel een klein beetje, maar dit is wel... Dit is fucking goud. Het is geen blok goud, dames en heren. Maar dit is... Je kan geen snars hiermee. Je kan er niet eens een gouden tand van maken. Het is ook niet zo'n blok goud als wat jullie misschien verwacht hadden. Maar volgens mij is dit fucking goud. Het werd eens een keer tijd, hoor. Ja, man. Hier. Kijk heel even. Kijk dan. We moeten het even laten checken. Ik ben op de dichtstbijzijnde plek waar je kon laten testen of iets echt goud is. En dat ga ik nu doen. Hello. How are you? I found some gold. I think so. Ik heb het getest. Ik kan dit sparking. We laten hem even testen door een specialist. Ik hoop het zo, jongen. Yes, it is gold. 22 carats. 22 carats. Real gold. Yeah, you serious? Yeah! €2.48.